naar video nummer 54 van de Albelli Club fotoboek tutorials. Vandaag gaan we een pagina in paasthema maken. Aankomend weekend is het alweer Pasen en het leek me leuk om voor jullie alvast een pagina in paasthema te maken, zodat jullie daar gelijk na het paasweekend mee aan de slag kunnen. Dit is de pagina die we gaan maken. Voordat we daarmee gaan beginnen, ga ik jullie weer heel eventjes meenemen door mijn scherm heen. Jullie zien hier het Albelli fotoboekprogramma. Ik werk met een Windows computer, dus dit is het Albelli fotoboekprogramma voor Windows. Ik heb dat gedownload op de website van Albelli en geïnstalleerd op mijn computer. Het boek waar ik in werk is vierkant XL, dat wil zeggen dat de pagina's 30 bij 30 centimeter zijn. En ik heb een platliggend fotoboek en daarmee wordt bedoeld dat de pagina's in het midden in de vouw helemaal openvallen. Er is dus geen sprake van een bolling in het midden waar de pagina's bij elkaar komen, maar het boek valt helemaal open. Voor deze layout maakt het niet zo heel veel uit, omdat ik hem duidelijk heb verdeeld over deze en over deze pagina. Maar ik laat jullie straks nog een pagina zien en daarbij ga ik wel over het midden werken. Dus als je die layout zou willen gebruiken in een niet platliggend fotoboek, dan zul je hem een beetje aan moeten passen, zodat je in het midden niets van je foto's of eventueel tekst verliest. Naast het Albelli fotoboekprogramma heb ik hier mijn verkennerscherm geopend. Dat verkennerscherm heb ik gewoon naast het fotoboekprogramma op mijn scherm gezet. Ik heb het venstertje met dit knopje een stuk verkleind, zodat het er mooi naast past. En hier zien jullie een voorbeeld van de pagina die we zo gaan maken. We gaan de pagina weer helemaal vanaf nul opbouwen, dus ik ga naar een nieuwe pagina. Goed, ik heb hier via foto's gewoon mijn foto's allemaal beschikbaar, alle bestanden die we gaan gebruiken voor deze pagina. Maar daarnaast heb ik ze dus ook hier staan in dat verkennerscherm waar ik het net over had. Zodat ik ook vanuit hier de foto's zo de pagina op kan slepen. Waar je wel rekening mee moet houden is dat schablonen kun je niet vanuit hier toepassen. Dat moet altijd vanuit het programma. Dus als je schablonen wilt gebruiken, dan moet dat altijd vanuit deze kolom. Daar heb je de optie om dus ook foto's als schablonen toe te passen. Dat kan niet hier. Dit is gewoon je verkennerscherm en dat staat helemaal losgekoppeld van het Albelli programma. Voor deze pagina heb ik diverse bestanden van internet gedownload. Ik deel alle linkjes zoals altijd weer met jullie onder de video straks. Als je dan in de tekst onder de video op meer weergeven klikt, dan zie je daar de hele lijst met downloadlinks tevoorschijn komen. Daarnaast heb ik een set schablonen gemaakt om dit paasei te kunnen maken. En ook die link staat straks in het lijstje onder de video. Ik begin de pagina's met een achtergrond. Dat is deze. Ik voeg hem in als achtergrond. Als je een eigen foto als achtergrond invoegt, dan maakt Albelli hem standaard altijd 50% transparant. In dit geval vind ik dat mooi omdat we een beetje een lichte pastelkleurige pagina gaan maken. Maar je kunt hem altijd gewoon hier weer op nul zetten. Nou, diezelfde achtergrond staat ook op deze pagina. Positie, plaats als achtergrond. Nou, in dit geval loopt hij mooi door. Je kunt hem ook altijd nog spiegelen als je denkt dat dat mooier is voor die bepaalde print die je wilt gebruiken. Voor nu vind ik dit wel mooi zo. We gaan er namelijk toch nog iets op zetten. En dat zijn deze witte vlakken. Die hebben we aan twee kanten ook weer toegevoegd. Door dat op beide pagina's te doen en toch gebruik te maken van behoorlijk wat wit, zorg je weer voor wat rust en dat eenheid op die dubbele pagina. Nou, hoe heb ik dit gedaan? Ik heb een wit vlak toegevoegd. Ik heb daar een clipart voor gebruikt. De vierkante clipart komt uit de categorie trendy kleuren. Je kunt dit overigens ook doen met een vorm. En dan moet je daarvoor de rechthoek pakken. Nou, ik heb het dus nu al gedaan met een clipart. Dat maakt in dit geval voor het effect niet uit. Dan gaan we naar de schablonen. En dan gaan we naar de categorie effecten. En dan is er één bij die ik veel gebruik en dat is deze. En die geeft een soort gescheurd papier effect. Als je inzoomt, dan kun je dat zien. Echt een rafelig papierrandje. Nou, ik ga hem een stukje kleiner maken in de hoek, zodat hij een mooi vierkant blijft. Even kijken hoeveel ruimte ik nog over heb tot aan de rand. Even mijn voorbeeld een beetje namaken. Nou, dan verdeel ik hem horizontaal en verticaal, zodat hij mooi in het midden komt.
Even kijken. Nou, dat ziet er wel goed uit zo. Ik klik hem aan. Ik doe Ctrl-C om te kopiëren. Ik ga naar de andere bladzijde. Klik die aan. Ctrl-V om te plakken. Nou, die zetten we ook weer in het midden. En dan hebben we de basis staan voor deze pagina. Dan gaan we eerst eventjes de rechterpagina, omdat die vrij makkelijk is. Daar zie je vier foto's. Ik klik bovenin op fotokader. Het kader verschijnt dan op de pagina die op dat moment actief was. Dus die ik aangeklikt had als laatste. Nou, ik ga hem iets kleiner maken tot ik denk dat er wel vier foto's in passen. Ik denk dat dat nu wel zo is. Ctrl-C, Ctrl-V om te plakken. En nu selecteer ik ze met Ctrl ingedrukt en de muis alle twee tegelijk. Nog een keer Ctrl-C om te kopiëren. Ctrl-V om te plakken. En dan hebben we er meteen twee. Even kijken hoe dat eruit ziet. Nou, best wel goed al. Nu ga ik ze allemaal even selecteren. En dan zet ik ze met de pijltjestoets nog iets meer in het midden van dat witte vlak. Ik denk dat dit zo goed is. Nu heb ik ze allemaal nog steeds geselecteerd. En dan ga ik er gelijk ook weer dat schabloon op toepassen. Dat kan als je meerdere objecten tegelijk geselecteerd hebt. We gaan ook weer deze gebruiken die we ook op het witte vlak hebben gezet. Ik dubbelklik erop terwijl deze nog geselecteerd zijn. En nu hebben ze allemaal dat schabloon gekregen. En nu kunnen we heel snel de foto's erin schuiven. Even kijken welke dat zijn. Deze. Je ziet dat ik dat nu vanuit mijn verkenner doe. Kan natuurlijk net zo goed vanuit hier. Ik heb nu wel van rechthoekige staande foto's maak ik vierkante foto's. Dus let dan wel even op de uitsneden, zodat je een zo mooi mogelijk stuk hebt van de foto. Kijk, dit jongetje komt hier. Helemaal goed. Nou, het decoreren, dat doen we straks aan het einde. Dan gaan we nu naar de pagina met het ei. Zoals ik net al zei, heb ik een set schablonen gemaakt voor dit ei. En nou zitten daar een aantal elementen zitten daarin. Je hebt hier het hele ei. Hier heb je het ei dat in vier stukken is verdeeld. Hier heb je de losse stukken van het ei. En hier nog een tekst die precies in de ronding om het ei past. En dit ei heeft een schaduwrand, dus die zet ik er dan weer achter om een mooie schaduw in een bepaalde kleur achter dat ei te zetten. Nou, we gaan beginnen met de mal. Dat is deze. Foto als nieuw object. Die zetten we op de pagina. Ietsje groter maken. Dan weten we hoe groot we ongeveer straks uit willen komen. Ik wil een beetje ruimte onder en boven het ei houden, omdat er nog een rand omheen komt en ook nog een schaduw. Dus we hebben wel wat nodig rondom. Kijk, ik denk dat we zo een end komen. Zorg dat hij mooi middenop staat. En dan ga ik hem wat lichter maken. Zodat hij wat grijzer wordt. En dan contrasteren deze stukjes straks beter als ik die erboven plaats. Deze gaan we straks gewoon weer weghalen. Die hebben we niet meer nodig straks. Maar is nu even om de juiste vorm van die stukjes van dat ei te krijgen. Nou, belangrijk bij samengestelde schablonen is altijd dat je eerst het stukje via rechtermuisknop invoegt als nieuw object. Nou, je ziet, het is nu gewoon een platte afbeelding. Er zit wit omheen. Om dat wit weg te krijgen, gaan we terug naar dat schabloonstukje. Kiezen we foto als omgekeerd schabloon toepassen. En dan zul je zien dat dat wit wordt weggesneden. Nu is het echt alleen nog maar dat stukje. Nou, en op dit moment is het dus een schabloon. En kunnen we de eerste foto erin schuiven. Die wordt dan op maat geknipt. En in de hoek kunnen we het puzzelstukje verkleinen. Altijd in de hoek. Doe je dat niet in de hoek, dan ga je met de verhoudingen zitten rommelen. En dan wordt het heel ingewikkeld om het geheel nog passend te krijgen straks. Ik wissel altijd een beetje af met pijltjes toetsen op het toetsenbord en de muis. Nou, dat is één. Dan gaan we naar het tweede stukje. Dat is deze. Foto als nieuw object om de verhoudingen goed te houden. Nou, wat we nu ook kunnen doen is de foto alvast inschuiven.
Dus die tweede en die derde stap, dat maakt op zich niet uit of je er eerst een schabloon van maakt en dan de foto erin schuift. Of dat je eerst de foto erin zet en dan er een schabloon op toepast. Als je altijd maar begint met het stukje via rechtermuisknop als nieuw object in te voegen, zodat die verhoudingen vast liggen. Ik klik hem aan, ga weer naar het tweede stukje, rechtermuisknop, foto als omgekeerd schabloon. En daar is het tweede deel van het paasei. Die komt hier te staan. En met behulp van een mal erachter zien we zo redelijk waar we zitten. Deze foto als nieuw object. Ik pas meestal gelijk het schabloon erop toe. Even kijken, het zittende jongetje. In de hoek weer een stukje kleiner. En dan als laatste dit stukje, foto als nieuw object. Daar gaan de tulpen in. Omgekeerd schabloon. En dat zijn de stukjes van het ei. Ik ga die grote afbeelding die je daarachter ziet staan, die we als mal hadden gebruikt, die ga ik verwijderen. Eén keer delete en nog een keer delete. En dan ga ik inzoomen. Dan kunnen we even goed zien hoe we het hebben gedaan met ons ei. Nou, dat sluit allemaal redelijk aan. Ik ben daar wel tevreden over. Nou, wat heb ik nog meer gedaan met dit ei? Daarachter, ik weet niet of dat goed te zien is, zie je een soort rozige rand. Dat is een schaduwrand. Die heb ik gemaakt met een apart schabloon. Dat is dit schabloon. Deze heb ik toegepast op een kleur. En daar heb ik nu een vorm voor gekozen. Omdat je een vorm altijd kunt prikken in een kleur uit de foto. Dus ik ga nu naar de vormen toe. Kies de rechthoek, want daar kun je een schabloon op toepassen. Dubbelklik. En dan gaan we naar de vulling. We hebben geen rand nodig. En dan hebben we hier het kleurpipetje. En dan ga ik een kleur prikken voor een beetje een mooie, warme gloed rondom. Nou, laten we deze kiezen uit de foto. Het strikje van het konijntje. Daar heb ik de kleur uitgeprikt. Kies op toepassen. Sluiten. En dan ga ik naar dat fotoschabloon wat ik had gemaakt. Nou, dat was deze. We selecteren de vorm op de pagina. Rechtermuisknop op dit schaduwei, om het maar zo te noemen. En ik kies foto als omgekeerd schabloon toepassen. Nou, nu zie je dat we dus die schaduwrand hier hebben. Nou maak ik hem net zo groot. Tenminste, de harde lijn maak ik in eerste instantie net zo groot als het ei. En dan ga ik hem een positie naar achter zetten. Nou zit hij achter dit witte vlak, dus nu gaan we die weer een positie naar achter zetten. En dan zie je de schaduwrand er overal onder vandaan komen. Nou is het even een kwestie van de juiste laag pakken. Nou, dat ziet er denk ik wel goed uit zo. Deze weer even een stukje terug. In het voorbeeld zien jullie hier een blauwe rand, een kader over het ei staan. Die heb ik gemaakt. Ik heb een witte hier. Die zal ik even laten zien. Die kan je ook helpen om een beetje te verdoezelen waar het net niet helemaal recht staat. Bijvoorbeeld zo. En ik heb hem in het zwart gemaakt om te gebruiken als omgekeerd schabloon. Dat gaan we in dit geval doen om zo'n mooie blauwe metallic-achtige kleur op dat frame te krijgen. Dat doen we dus met deze. Ik voeg hem eerst toe als nieuw object. Nogmaals voor de verhoudingen weer. We kunnen hem vast op maat maken zodat hij mooi over de foto valt. Voor je dat trouwens doet,
is het misschien handig om nog even te kijken naar je foto's. En of alles in beeld is wat in beeld moet zijn. Het zijn natuurlijk een beetje gekke vormpjes, die stukjes van dat ei. Dus je foto moet daar wel geschikt voor zijn. Ik maak hem nog iets groter. Ik denk dat die zo goed is. Dan ga ik weer terug naar mijn foto's. En ik heb daar deze ingeschoven. Dus ik zorg dat dat frame geselecteerd is. Ik schuif blauw erin. Doe wel even optimaliseren uit. Zodat hij weer zijn oorspronkelijke kleur terugkrijgt. Dan gaan we terug naar de schablonen. Gaan we naar het frame. De lijnen zwart. Rechtermuisknop. Deze is geselecteerd. Foto. Als omgekeerd schabloon toepassen. En nou zie je die mooie blauwe lijnen op dat ei staan. Je kunt er nog voor kiezen of je nog een schaduw wilt. Dan zou er zoiets gebeuren. Kan ook. Kan je ze ook nog weer wat kleiner maken. Wat ik alleen zonde vind, is dat die dan ook over die mooie kleurschaduw gaat die we net hebben gemaakt. Dus ik had dat in mijn voorbeeld niet gedaan. Als je hem heel klein maakt, heb je daar minder last van. Maar ik haal hem er gewoon af. Ik vond het zonder ook heel mooi. Even kijken, dus nu hebben we de schaduwlaag erachter. We hebben het frame in een mooie kleur. De foto's staan er allemaal in. Dat is gelukt. Vrolijk Pasen zien jullie hier staan. Daar heb ik 3 varianten van gemaakt. 3 verschillende lettertypes eigenlijk, die met die bocht van dat ei mee kunnen lopen. Nou, kun je zelf een beetje bepalen hoe groot je hem wilt. Hier staat hij in het zwart. Maar als we hem ook weer in diezelfde blauwe kleur willen, kunnen we weer terug naar dat blauwe vlak. Schuiven we hem in die afbeelding van Vrolijk Pasen, van die tekst. En dan gaan we weer terug naar de schablonen. Dit was hem. Hij is nog geselecteerd op de pagina. Rechtermuisknop. Foto als omgekeerd schabloon en dan staat hij daar. Je kunt hem ook nog aan de andere kant plaatsen natuurlijk. Kan allemaal. En dan heb ik als laatste heb ik hier nog een overlay met veren overheen geplaatst. En dit zijn hele makkelijke afbeeldingen. Ik zal hem hier ook even opzoeken. Deze afbeelding is een transparante afbeelding. Dus je plaatst je, zoals de naam al zegt, over je andere afbeeldingen heen, een overlay. Dat gaat heel makkelijk via rechtermuisknop als nieuw object. Dan maak je hem wat groter, zodat hij precies in de hoeken de pagina bedekt. En dan ben je klaar. Super makkelijk. Ik heb deze ook gevonden voor staande en voor liggende layouts. Die vind je ook allemaal weer in de lijst met linkjes onder de video. We gaan even de rest van de pagina's afmaken. Ik had hier nog leuke konijntjes gevonden die er qua kleur heel mooi bij passen. Paashaasjes. Die komen hier in het midden te staan. Zo. En dan onder en boven nog een veer. Nou had ik deze veer. Even kijken. Foto als nieuw object. En die draaien we. Even iets verkleinen. Anders zie ik de hele pagina niet. En die doen we hieronder. Om dat veren thema nog maar weer een beetje terug te laten komen. En dan bovenin zit er nog een veer. En dat is deze rechtermuisknop. Foto als nieuw object. En dan hebben we bij elkaar een hele mooie, zachte, pastelkleurige paaspagina. Bijvoorbeeld zo. Ik zie dat hier in mijn voorbeeld het ei iets groter was. Maar ik durfde nu even geen risico te nemen dat ik hier te dicht op de rand zou komen. Want eigenlijk zit hij hier toch iets te strak erop. Deze pagina is klaar zoals ik hem had bedacht. Ik had nog een pagina gemaakt, ook helemaal in paasthema, maar dan meer traditioneel Pasen zoals je het misschien zou verwachten.
In het knalgeel, daar gaan we nu even kijken. En dat is deze. Nou, wat ik hier heb gedaan is het ei in het midden geplaatst. Ik heb één pagina. Ik zal even de slotjes eraf halen. Je moet altijd eerst de pagina aanklikken en dan de beveiliging eraf halen. En dat doe je dus voor beide pagina's. Hier staat het ei dus in het midden. Dit is een achtergrondkleur. En ik heb diezelfde achtergrondkleur. Die deel ik trouwens ook met jullie. Deze achtergrondkleur, dat is deze. Die heb ik dus hier als achtergrondkleur toegepast. 0% transparant. En ik heb hem nog een keer als afbeelding geplaatst. En daarna weer dat schaduwschabloon erop toegepast. En die zie je hier achterlangs komen, die gele schaduw. Dat is dus met dat schabloon voor de schaduw gemaakt. Het paasei, zoals ik het net ook heb gedaan, alleen heb ik deze iets anders gedaan. Want ik heb hier niet dat frame gebruikt, want dat had ik toen nog niet gemaakt. Dat heb ik later pas gemaakt. Ik heb hier gewoon het hele witte ei achtergezet. En dat witte vlak, dat kun je dus bijvoorbeeld maken door deze toe te passen op een witte clipart. Om zo dat witte ei erachter te krijgen. Je kunt het dus ook doen met dat witte frame, dus deze, maar dan in het wit, erbovenop te plaatsen. Dat had ik dus in dit geval niet gedaan. Maar het kan allebei. Bij deze moet je iets netter werken en zorgen dat je lijnen overal goed aansluiten en op de juiste plek zitten. En als je het frame erbovenop gebruikt, dan kun je een klein beetje smokkelen, omdat het frame alles wel weer recht breidt voor je. Super makkelijk. Aan deze kant heel simpel, 6 foto's met allemaal hetzelfde lijstje uit Albelli, uit de kaders en dan uit Modern. Deze. En hier heb ik een beetje gevarieerd met lijstjes van Albelli en een lijstje dat ik op internet vond. Het lijstje van internet, dat is deze. Deze dus, die deel ik met jullie. Die zet je voor je foto. En de andere lijstjes, die zijn allemaal van Albelli en die staan in diverse categorieën. Bijvoorbeeld deze. En dit is er eentje. En zo heb ik een aantal lijstjes uitgezocht die ik grappig bij elkaar vond staan. Om dat wit-geel-zwarte thema mooi door te kunnen voeren. En toch een beetje grappig en speels effect te creëren doordat het een soort cartoonachtige lijstjes zijn. Nou, hier nog wat clipart en dingetjes die ik op internet heb gedownload en waarvan ik de linkjes uiteraard weer met jullie zal delen. De paaseieren en het gele takje komen gewoon uit het Albelli-programma, uit de cliparts, categorie Pasen. Er zit ook van alles in. Hier zijn de takjes bijvoorbeeld en hier staan de verschillende eieren. En dat is dus een tweede, iets meer traditionele variant van de paaspagina. Nog even snel terug naar de schablonen. Als ik deze zo plaats en ik schuif er een foto in. Laat even die van het lammetje pakken. Door deze te selecteren en hier foto als omgekeerd schabloon te kiezen, kun je natuurlijk ook gewoon elke foto in één heel paasei knippen. Of je verdeelt hem in 4 vlakken door voor deze te kiezen. En deze kan natuurlijk ook gewoon op 1 foto. En dan heb je er één met de schaduwrand rondom. Dus dat zijn weer de mogelijkheden van de schablonenset van deze week in het thema Pasen. Ik hoop dat jullie aan de slag kunnen met het paasei, met de schablonen. Dat jullie er leuke pagina's mee kunnen maken in je Albelli-boek. Laat het me vooral zien op de Albelli Club Facebookgroep. Ben je nog geen lid van de Albelli Club Facebookgroep, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Er zijn daar inmiddels bijna 9000 leden die daar dagelijks een enorme hoeveelheid tips en inspiratie delen met alle andere leden. Je kunt daar je vragen stellen, je kunt daar je eigen pagina's plaatsen en heel veel mooie voorbeelden bekijken. Heb je een vraag over deze video of over een andere, dan kun je die natuurlijk stellen onder de video op YouTube. Laat ook vooral een reactie en een duim omhoog achter, daar maak je me blij mee. Als je op de hoogte wilt blijven van de nieuwe video's die online komen, abonneer je dan op mijn kanaal. Als je het belletje aanzet, dan krijg je ook een notificatie als er weer een nieuwe video online komt. Voor nu wil ik jullie alvast een heel fijn paasweekend wensen. Dank je wel weer voor het kijken en ik zie jullie heel graag volgende week weer terug bij een nieuwe workshop woensdag. Hoi hoi!